Ook de provincie Vlaams-Brabant gaat in beroep bij de Raad van Vergunningsbetwistingen tegen de bouwvergunning van de Vlaamse regering voor Uplace in Machelen. Net als onder meer Unizo en Vilvoorde, Grimbergen en Leuven verzet ook provincie Vlaams-Brabant zich tegen de komst van het shoppingcentrum Uplace in Machelen. De provincie zal ook beroep aantekenen tegen de bouwvergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het is zo natuurlijk dat voor alle gebruikers van de ring rond Brussel, en dat zijn toch tienduizenden mensen, de mobiliteit daar alleen maar zal verergeren, dat ze meer fileleed gaan hebben. Maar natuurlijk is dat ook enorm belangrijk voor de dorpen en de gemeenten langsheen die ring, want die zullen geconfronteerd worden met nog meer sluikverkeer, omdat de mensen de ring gaan willen mijden. En de provincie haalt niet alleen de mobiliteit aan als argument tegen Uplace. Het project wordt ook veel te groot op een te beperkte ruimte genoemd. Slechts 5% van de te saneren reconversiezone in Machelen en Vilvoorde wordt ingenomen door Uplace, dat alle mogelijke ontwikkelingskansen voor kantoren, verblijf, handel en vrije tijdsbesteding naar zich toetrekt. Van de 290 hectare neemt Uplace zo'n 11 hectare in. En dus dat de rest van het gebied, ja, er blijft bij liggen. En daar zijn nog heel wat vervuilde sites op de rest van dat gebied. En dus een andere initiatiefnemer kan daar geen kwalitatieve en rendabele invulling geven om daar ook een project te realiseren. Omdat de kost veel, veel te groot zal zijn om daar rendabel iets te kunnen realiseren. Inmiddels heeft de gemeente Londerzeel samen met de Londerzeelse handelaars een motie tegen de komst van Uplace in Machelen goedgekeurd.